Oké, welkom allemaal. Welkom bij weer een aflevering van de Lockdown in deze serie lezingen over Nederlands geschiedenis met een kritische blik. Ik ben heel blij dat we ditmaal Marjolein Hart mogen verwelkomen. Marjolein Hart is onderzoeksleider van de afdeling geschiedenis van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief aan de VU in Amsterdam. Ik zal zo nog een lijst met haar werk en publicaties geven. Maar Marjolein, welkom ten eerste. Ja, dankjewel. Ik vind het leuk om te doen. Fijn. Jij hebt ook lesgegeven natuurlijk tijdens deze lockdown. Sowieso een gekke periode voor iedereen. Hoe is het voor jou geweest? Nou, het was even flink aanpoten. Want ik had dus mijn college begon eind maart. Dus ik moest heel snel even omschakelen. En het is heel erg intensief, dat online college geven. Maar ik moet zeggen, ik vond het ook gewoon, geloof ik, zo'n beetje de leukste collegereeks die ik ooit heb gegeven. Omdat die studenten, die waren ook zelf zo blij. Oh, daar gaat even de telefoon. Nou, die moet ik... Oké, geen probleem. Dus het was heel intensief. Maar de studenten hebben ontzettend goed werk geleverd. Ja, ze hadden gewoon geen bijbaantjes, denk ik. Dus het was wel een hele goede interactie. Oké, dat is fijn om te horen. Ja, want je hoort toch ook veel geluiden van mensen die inderdaad heel moeilijk ermee hadden. Ja. Maar dat is mooi. Ik ga eerst nog even verder met de introductie. Want je hebt enorm veel gepubliceerd. En het is fijn als de mensen dat weten. Marjolein geeft zo meteen een lezing over de interactie van, tussen oorlog en kapitalisme in de Nederlandse geschiedenis. En hoe die elkaar als het ware versterken. Dit is ook in lijn met veel van haar publicaties. In 1989 promoveerde Marjolein op een onderzoek over staatsvorming, de opkomst van de fiscal military state in Nederland in de 17e eeuw. En ze deed dat onder andere in New York onder de hele bekende historisch socioloog Charles Tilly. En in de decennia daarna is een hele lijst aan boeken en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over echt een heel indrukwekkend breed scala aan onderwerpen met een interdisciplinaire blik. Veel van haar werk richt zich op de sociale en economische achtergronden van staatsvorming, bureaucratisering, opstanden en revoluties. En ze is, zoals ook op haar website op de pagina van de VU wordt vermeld, gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse en Europese geschiedenis. Maar gelukkig wordt in de rest van de zin meteen duidelijk dat ze, of wordt erbij vermeld dat ze een brede sociale economische belangstelling heeft voor lange termijn processen op wereldschaal. Want specialisatie klinkt bij haar brede palet aan publicaties bijna als een minimalisering van haar werk. een kleine greep uit haar werken is dit. In 1993, mijn eerste boek als ik het goed heb, publiceerde ze The Making of a Bourgeois State, War, Politics and Finance During the Dutch Revolt. In 2014 publiceerde ze twee boeken, The Dutch Wars of Independence, Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680. En in het Nederlands, Waarom belastingen goed zijn voor democratie, staatsvorming en politieke cultuur in wereldhistorisch perspectief. Maar daarnaast ook een hele reeks boeken onder haar redactie verschenen. Waaronder 1995 A Financial History of the Netherlands, 1550-1990. Met Joost Jonker en Jan Luiten van Sander. In 2007, dat is erg leuk ook voor mensen die deze serie kijken, heeft ze samen met Dennis Bos een boek gepubliceerd over humor and social protest. Dennis Bos heeft natuurlijk ook een lezing verzorgd in deze reeks. En in 2011 samen met Karel Davids een boek wat zo breed is dat je er een beetje van gaat tollen. De wereld en Nederland, een sociale en economische geschiedenis van de laatste 1000 jaar. Oftewel, specialisatie is eigenlijk, daar kunnen we niet over praten bij Marjolein. ik ga haar zo de vloer geven en wil nog bij vermelden dat Marjolein heeft ook een geschiedenis als activiste in de jaren 70. En is zelfs in dit boek 10 rode jaren vereeuwigd. En daar staat wat mooie interviews met haar in. En daar zullen we het aan het einde van deze lezing ook nog even over hebben.
Als dat gezegd hebben, dan Marjolein, ik zie heel erg uit naar je lezing. Dankjewel. Okay, zal ik dan maar mezelf... de... Ja, ik ga mezelf even verstoppen en geluid uitzetten. Tot zo. Oké, tot zo. Welkom dus bij deze lezing over oorlog en kapitalisme. Oorlog en kapitalisme, die hebben een bijzondere geschiedenis waarin je ziet van nou dat ze heel vaak tegenover elkaar staan, dat ze helemaal niet goed met elkaar overweg kunnen. Maar op de lange termijn zie je dat oorlog en kapitalisme van elkaar hebben geprofiteerd. Dat was lang niet bij alle landen in dezelfde mate het geval. En de bijzondere geschiedenis die ik ga vertellen gaat vooral ook over Nederland. Maar ik begin eerst eventjes een algemene slide om iets meer uit te leggen over kapitalisme en oorlogsgeweld. Want om te beginnen moeten we even goed weten wat we met kapitalisme bedoelen. En er zijn altijd definities over, maar ik gebruik deze definitie. Kapitalisme is dus anders dan markteconomie of marktwerking. Want bij een markt is er sprake van goederen die je ruilt voor geld. En dan gebruik je dat geld weer om weer goederen te kopen. Maar kapitalisme, dat is dat je geld gebruikt om goederen te kopen met als doel meer geld te maken. Dus daar gaat het echt om kapitaalaccumulatie. Dat er kapitaal dus verzekerd is van het bestaan, dat die niet bedreigd wordt, dat geld waarde blijft houden. En daar zijn instituties voor nodig, natuurlijk banken. Maar ook staatsinstellingen die zorgen dat kapitalistische constructies veiliggesteld worden. Nou, oorlogsgeweld, dat geeft altijd onzekerheid. Het is altijd erg nadelig voor kapitalistische constructies en voor kapitalisten. Ze hebben het liefst geen oorlog. Maar toch zie je dat in de geschiedenis, dat het kapitalisme is uitgebreid, ondanks oorlogsgeweld. En misschien ook wel dankzij oorlogsgeweld, want kapitalistische bedrijven die deden het in de loop van de geschiedenis vooral heel erg goed in de logistiek. Dus het aanleveren van voeding, het van kleding, het verzorgen van huisvesting, het verzorgen van vervoer. Maar ook de wapenhandel. Natuurlijk de wapenhandel. En dan moet je ook vooral weer denken aan termen als het militair-industriële complex, dat ook... een hele historiografie kent, maar waar ik niet al te diep op kan ingaan. Maar Nederland die heeft een heel erg bijzondere positie in de geschiedenis ingenomen. Ik ga eerst even iets vertellen over de rol van private security companies nu. Want dat is waar mensen vooral aan denken als ik het heb over oorlog en kapitalisme. De geprivatiseerde oorlogvoering is namelijk enorm toegenomen in de jaren 1990. Daarbij werden dan strijdkrachten ingehuurd. Maar vooral logistieke diensten, want bij logistieke diensten, net als eerder in de geschiedenis, daar profiteren vooral kapitalistische bedrijven van. Een heel vroeg voorbeeld is bijvoorbeeld de inzet van geprivatiseerde veiligheidsmaatschappij in Sierra Leone, waarin een hele zwakke staat geconfronteerd werd met een burgeroorlog. En daar huurden ze toen het bedrijf Executive Outcomes in. En Executive Outcomes, dat kwam voort uit de strijdkrachten van Zuid-Afrika. Zij hadden, dat was een privébedrijf geworden toen onder Mandela steeds minder plaats was voor gespecialiseerde troepen die juist gericht waren om de apartheid te ondersteunen. Die Executive Outcomes hebben een heel grote rol gespeeld in de Angolese oorlog. Maar Sierra Leone is wel het meest bekend geworden doordat die Executive Outcomes daar in een heel korte tijd met een vrij kleine strijdmacht, een veel grotere officiële staatsmacht die gewoon veel zwakker was qua logistieke structuur en trouw aan het commando en dergelijke. Dus die hebben daar heel snel de rust weten te herstellen. Maar bijzonder is dat die executive outcomes het niet allemaal voor niets deden. Zij hadden bijvoorbeeld een heel erg sterke band met een kapitalistische multinational. Die van Groot-Brittannië.
die daar mijnbouwconcessies heeft gekregen tijdens die oorlog. En die banden tussen die kapitalistische multinational, Brent Mining heet dat, heet die multinational, die heeft daar gewoon enorm van geprofiteerd. Maar die schoot dus ook het geld voor aan de executive outcomes strijdkrachten. Die geprivatiseerde oorlogvoering heeft een hele snelle vlucht genomen toen de Verenigde Staten private security companies in Irak en Afghanistan ging inhuren. In 2007 waren er bijvoorbeeld meer van die gespecialiseerde huurlingen dan gewone strijdkrachten van de Verenigde Staten in Irak. Dus 190.000 van de PSC's dan de gewone troepen. Blackwater is natuurlijk het bedrijf wat het meest bekend is geworden. Zij raakte betrokken bij een incident in 2004 waarin een viertal van de Blackwater strijdkrachten het vuur opende op het plein, waardoor 17 Irakezen stierven. En ze zijn ook berucht geworden omdat zij achteraf een hele grote rol bleken te spelen in de Abu Ghraib gevangenis, waar allerlei martelingen hebben plaatsgevonden. Die executive outcomes is natuurlijk bekend, vooral voor de Verenigde Staten, maar ook in Nederland heb je bedrijven die hier die dit soort diensten verlenen, alleen zijn ze veel minder bekend en ook minder uitgebreid. Ik ga nu terug naar de geschiedenis, omdat ik begin dan met een citaat uit een Engels pamflet, 1664, dat The Dutch Drawn to Life. En rechtsonder zie je een oude gravure met de slag van bij Nieuwpoort. En daar zie je dat enorm veel krijgsgeweld daar plaatsvindt tegen de Spaanse troepen. Maar wat zeiden de Engelsen over de Nederlanders? Zij zeiden van, of all the world, they, the Dutch, are the people that thrive and grow rich by war. Which is the world's ruin and their support. Dus Nederland wordt gezien als eigenlijk het enige land in de wereld van die tijd die rijk wordt door oorlog, terwijl andere landen juist ten onder gaan aan oorlog. En in de 17e eeuw was het ook inderdaad zo. Alleen Nederland wist zich rijk te maken door oorlog. Nou, dan moeten we eventjes een paar gegevens geven, zodat we weten waar we het over hebben. Het gaat dan over de 80-jarige oorlog. Ik zie dat deze slide nog niet helemaal goed vertaald is in het Nederlands, want het begint met de 80-jarige oorlog, maar goed. Nou, die vond ongeveer plaats in 1568, 1648. En het opvallende is dat deze langdurige oorlog, 80 jaar maar liefst, samenviel met de Gouden Eeuw. Heel vaak wordt er helemaal niet moeilijk over gedaan, want natuurlijk, ja, er was een Gouden Eeuw, maar mensen vergeten dan dat er een ontzettend dure oorlog was. Hoe kwam het dan dat Nederlanders zo rijk werden in die oorlog? En kwam dat bijvoorbeeld door die koloniën? Want dat wordt heel vaak gezegd, ja, Nederlanders hebben toen koloniën gekregen. Maar we moeten weten dat tot 1650 de kosten van de koloniën hoger waren dan de opbrengsten. Er moest zoveel oorlog gevoerd worden in de koloniën tegen de Spanjaarden, tegen de Engelsen. Ook opstanden moesten worden onderdrukt. Dat die opbrengst voor Nederland helemaal niet zo hoog waren. Pas na 1650 zijn de Nederlanders echt gaan verdienen aan een kolonie. Maar wat ik dus probeer te vertellen hier in deze lezing, en wat ook de stelling is van mijn boek, van de Dutch Wars of Independence, dit was mogelijk, de Gouden Eeuw, tijdens die 80-jarige oorlog, omdat de oorlog gecommercialiseerd werd. En dat was een heel nieuw aspect in de geschiedenis. Het komt in de geschiedenis, nou, laat ik zeggen, tot de 19e, 20e eeuw eigenlijk heel zelden voor. Venetië had al wel ook een tijdje commercialisering van oorlog meegemaakt. Nederland dus in de 16e, 17e eeuw. Groot-Brittannië heeft Nederlandse instellingen gekopieerd en wist in de 18e eeuw te profiteren van gecommercialiseerde oorlogvoering. En in de Verenigde Staten waren er meer landen die dat konden doen, maar vooral belangrijk en vooral bekend geworden zijn de Verenigde Staten door de Tweede Wereldoorlog, waarin ze enorm hebben kunnen verdienen aan
oorlogsuitgaven van zichzelf en van andere landen. Maar wat erg belangrijk is, dat die commercialisering alleen maar werkt als de kapitaalaccumulatie beschermd blijft tijdens oorlog. Dat er instellingen zijn die zorgen dat het kapitaal dat je verdient tijdens die oorlog, hè, als bedrijf, omdat je logistieke dienst verleent. Je zorgt bijvoorbeeld dat de paarden hooi krijgen en dat de soldaten hun brood krijgen. Dat geld wat je dan verdient, dat beschermd is. En dat dat niet zomaar weer bij een volgende oorlog door belastingen of door muiterijen van soldaten allemaal weer vernietigd wordt. Wat eigenlijk het geval was in heel veel landen in deze vroegmoderne geschiedenis. Hierbij is het dan belangrijk dat Nederland dat kon doen, omdat zij instellingen en de rechtsorde van kapitalistische Italiaanse en Vlaamse steden gekopieerd hadden. Dan moet je denken aan een banksysteem, aan banken die niet beheerd werden door de autoriteiten zelf, maar door de kooplieden zelf, met een rechtssysteem die ervoor zorgde dat bijvoorbeeld als iemand een schuld had, dat daar dan een goede regeling voor kwam. En als je geld aan iemand uitleende, dat je dan rechten had om dat geld weer terug te eisen. Kortom, dat was een heel fijnmazig systeem dat de Italiaanse en Vlaamse steden hadden weten te realiseren in hun steden. En Nederlandse steden namen die over. En dat betekende dus dat de kapitaalaccumulatie in Nederland behoorlijk goed verzekerd was vlak voordat die oorlog uitbrak. Die oorlog begon met een enorme ordeloosheid. We kennen allemaal de naam de Geuzen. Nou, die werden geleid door lagere adel. Die trokken zich nergens iets van aan. Het waren fundamentalistische Calvinisten. Er is een keer een vergelijking gemaakt met de ISIS van nu. Met de fundamentalistische islamieten. Dat is gewoon eigenlijk een heel goede vergelijking. Want die geuzen, ja, ze worden er vaak door ons als helden gezien. Maar het waren gewoon heel vaak boeven. Die geen regulier salaris hadden. Die soms gewoon maar namen wat ze wilden. Die eigenlijk door tijdgenoten vooral werden gezien als piraten. Ze vielen dus ook bevriende schepen en bevriende steden aan. Ze waren kortom heel moeilijk in hand te houden. En Willem van Oranje, die de leiding had genomen in de oorlog, die had er gewoon grote moeilijkheden mee. Een oplossing was om huurlingen in te huren. Want huurlingen, die kon je vaak wel beter aansturen dan die geuzen. Maar de huurlingen zelf, die vormden zelf ook een groot probleem. Want in die tijd waren de huurlingen, dat waren standaard de landsknechten. En dat is een Duitse term, landsknecht. Want de meeste huurlingen kwamen in die tijd uit de Duitse gebieden. En die waren dus ook heel moeilijk aan te sturen. Dat had niet iets te maken met de achtergrond, hè, wat heel vaak wordt gedacht, dat ze bijvoorbeeld een katholieke achtergrond hadden. Maar dat is eigenlijk niet echt het probleem geweest met die landsknechten. Want je hebt altijd al troepen gehad waarin verschillende religies naast elkaar bestonden, waarin iedereen een heel andere taal kon spreken, waarin de etniciteit grote verschillen vertoonde. Dus dat was niet het grote probleem. Het probleem was dat dit zeer ervaren, zeer trotse individuen waren. Ergens lijken ze wel een beetje op die private security companies mensen die van de ene oorlog naar de andere reizen en die dus een hele sterke onderlinge band krijgen en die zeer goed weten van hoe je in crisissituaties moet optreden. Deze landsknechten hadden eveneens een hele sterke onderlinge band. De rotten, dat was een groep van 10 man, de laagste organisatorische eenheid in een leger, waarin ze zeer, zeer sterke vriendschapsbanden met elkaar hadden. Die landsknechten die hadden allerlei rechten. Ze hadden onder andere de recht om hun eigen lagere officier aan te wijzen. Dus de rotmeesters, maar ook de sergeant en ook de kwartiermeesters en andere lagere officieren, die mochten zij elke maand opnieuw aanstellen en had het hogere gezag daar niets over te zeggen.
als er een keer een rechtszaak was. Bijvoorbeeld omdat er een verkrachting had plaatsgevonden of dat er dat soldaten iets hadden gestolen. Dan hadden die landsknechten recht om vertegenwoordigd te zijn. Dus dan hadden ze een soort advocaat tijdens die rechtszaak. En op die manier konden mensen die dus erg goed mensen konden verdedigen en in advocatuur geschoold waren, dat die konden gewoon heel vaak ervoor zorgen dat landsknechten eigenlijk wegkwamen met misdaden die ze hadden begaan. Een ander probleem van de landsknechten was ook dat vlak voordat er een slag zou plaatsvinden, dat zij dan gingen staken. Dan weigerden ze om aan de slag te gaan, zeg maar. Dan wilden ze eerst een extra loon hebben en dan pas gingen ze het slagveld op. Dus dat was een heel problematische groep mensen. Die problematiek was heel goed te zien bij de furie van Antwerpen in 1576. Dit waren landsknechten ingehuurd door de Spaanse regering. En de Spaanse regering zat al een hele tijd in geldnood, kon de soldaten niet betalen. En die beloofde toen de soldaten dat als zij Antwerpen zouden weten te veroveren, dat zij dan het recht hadden om daar de boel te gaan voor eigen gewin. Dus te plunderen en om dingen te stelen uit die stad. En nou, dat is eenvoudig een ramp geweest. Een ramp die zo groot was dat heel veel mensen toen vanuit de zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke Nederlanden zijn gevlucht. Dus ook Willem van Oranje. Hier zien we dat een plaatje van hem. Die had last van muiterijen bij zijn troepen. Toen hij begon met de leiding op zich te nemen in 1568... Toen financierde hij de troepen vooral vanuit zijn Duitse netwerk. Het was een familienetwerk en allemaal adellijke mensen die hem geld leenden. Daarom trouwde hij soms ook weer met een andere vrouw, dus soms met een Calvinistische vrouw. Niet zozeer omdat hij zelf Calvinist was, maar omdat dat betekende dat hij op die manier weer een ander netwerk kon aanboren. Nou, dat netwerk dat raakte wel behoorlijk snel uitgeput, want de Spaanse troepen die waren zeer goed georganiseerd. En Willem van Oranje kon weinig tegen Alva of tegen de Spaanse autoriteiten weerwerk geven. Dus dat betekende dat hij afhankelijk was van de financiering van Hollandse steden. Hollandse steden. En hier zien we hoe die afhankelijkheid eruit zag. Dit is een plakkaat, dus een obligatie, dus een lening van 500.000 pond, dus hetzelfde als 500.000 gulden in 1572, waarin je ziet de zegels van 13 Hollandse steden. 13 Hollandse steden werken hier samen om te garanderen dat het geld wat zij lenen, dat de financiers van, dus die mensen die die lening geven, dat zij garanderen dat als er problemen zijn met de terugbetaling, dan mogen zij op de financiën van Alkmaar, Den Briel, Delft, Dordrecht, Edam, Enkhuizen, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnikendam, Oudewater, dan mogen ze daar op de financiën van die steden terugvallen. Dan hebben ze het recht om daar het geld van terug te eisen. En ook de Hollandse adel, die gaf zijn zegel, alleen had de Hollandse adel lang niet zoveel geld als die Hollandse steden. Dit was dus een manier om de soldaten te betalen. En dit gebeurde heel regelmatig in de 80-jarige oorlog. Maar wie stond er de garant? Hollandse steden. En hoe was dat nu mogelijk dat Hollandse steden dat deden? Nou, dit kwam door de 16e eeuw, toen er al hervormingen waren vanaf, nou, laat ik zeggen, 1515... 1565, toen Karel de Vijfde nog heerser was van ons land. Want Karel de Vijfde, keizer Karel, die voerde heel veel oorlogen en die had er geld voor nodig. En daar vroeg hij leningen voor. En die leningen vroeg hij dus, of die eiste hij min of meer op, hoor, dus van Holland. En Holland leverde die leningen door bemiddeling van steden. En de steden die zorgde ervoor dat er een goede basis was voor die leningen door overal accijnzen te heffen. Nou, accijnzen,
Dat is hetzelfde wat BTW is nu. En dat werd op provinciaal niveau. En ik zie dat er een paar typfoutjes op weer staan. Hè, dat had ik even moeten checken. Maar goed, die BTW werd dus geheven door de hele provincie. En dat leverde dus heel veel geld op. En op basis van die accijnzen konden ze dus leningen geven. En die constructie zorgde ervoor dat Hollandse provinciale bestuur heel goed met elkaar samenwerkte. Dit was wat anders vergeleken met Vlaanderen en Brabant, want Vlaanderen en Brabant waren eigenlijk nog rijkere provincies dan Nederland. Maar zij konden lang niet zo goed als Holland in die tijd leningen heffen, want Vlaanderen heeft het grote probleem, en Brabant ook, dat je een paar hele grote steden hebt. Denk aan Antwerpen, denk aan Brugge, denk aan Brussel. Nou, die vochten elkaar de tent uit en die wilden elkaar dus niet, eigenlijk helemaal niet goed met elkaar samenwerken. En Holland had het voordeel dat je daar niet hele grote steden had. Amsterdam was al wel groot, maar niet zo heel veel groter dan Leiden of Haarlem of Dordrecht. Holland was gecharacteriseerd door middelgrote steden, heel veel middelgrote steden. En die middelgrote steden, die waren bereid om met elkaar samen te werken. En dat resulteerde in een efficiënt provinciaal bestuur. En de ontwikkeling van dat zij dus zo makkelijk geld konden lenen in tijden van oorlog voor keizer Karel de Vijfde, is wel de financiële revolutie genoemd. En dat is een heel bijzondere ontwikkeling geweest in de geschiedenis, de financiële revolutie in de staat, waardoor de staatsfinanciering ineens veel meer makkelijker kreeg dan daarvoor. Ze hoefden niet meteen op belastingen te steunen, maar ze steunden op leningen. En die leningen waren op hun beurt weer wel gesteund op belastingen, maar dat had als een soort, ja, laat ik zeggen, een verzachtend effect, doordat de last van de oorlog gespreid kon worden over meerdere jaren door die belastingheffing. We zien ook dat, als je vergelijkt met Vlaanderen en Brabant, dat in Holland 30-40% meer belastingopbrengst was per hoofd van de bevolking, terwijl Vlaanderen en Brabant in die tijd gewoon echt rijker waren dan Holland. Veel rijker. Holland was echt nog een beetje een achterlijk gebied. Maar doordat die financiële structuur van Nederland zo goed was, wisten zij gewoon heel veel geld via leningen te mobiliseren. Die steden, dus, daar was Willem van Oranje afhankelijk van. Die had ze nodig. Maar de steden, die wilden ze alleen maar betalen als er ordelijke troepen waren. Die wilden niet betalen voor troepen met landsknechten die niet goed te controleren waren, die zomaar ongestraft vrouwen kon verkrachten in hun steden, dat ze nooit een keertje zou worden bestraft. Dus Willem van Oranje, die ging hervormingen invoeren in het leger. Allereerst, die rotmeesters, die daarvoor werden aangesteld door de landsknechten, die werden vervangen door korporaals. Korporaals, die werden aangesteld door de kapitein. Dus dat werd, de soldaten hadden niets meer te zeggen wie er de rotmeester was. Sergeant en kwartiermeesters, eveneens, aangesteld door kapiteins. En alle andere lage officieren, er waren nog een hele reeks. Hè, dus mensen die zorgden voor de voorzieningen, voedselvoorzieningen tijdens de reis en dergelijke. Die werden afgeschaft. Dus er waren geen lage officieren meer die van onderop werden aangesteld, maar alleen maar officieren die nog van bovenaf werden aangesteld. En het resultaat was een sterkere hiërarchie en meer controle over de troepen. Daarna volgden nog meer hervormingen. We zien hier dat ene plaatje nog weer even terug, wat ik helemaal aan het begin ook nog even liet zien. Dat was een slag bij Nieuwpoort. Daar zie je een hele grote groep pikeniers. Hè? Dat is echt een massieve oorlogsmachine en zeer gevaarlijk. Maar je kan je ook voorstellen dat hele grote compagnieën moeten zijn die dat moeten doen met pikeniers. En die hele grote compagnieën die bestonden vaak uit 500 man of 600 of 700 man. En dat is veel lastiger aan te sturen. Dus Willem van Oranje die ging heel veel pikeniers vervangen door mensen met vuurwapens. Dat zorgde voor een flexibele structuur.
En hij maakte die compagnieën niet groter dan 100 man. En samen met de 13 man officieren die standaard bij elke compagnie hoorden, was dat elke compagnie bestond dus uit 113 man. Als er rechtszaken kwamen, was er geen vertegenwoordiging meer van de soldaten. Dus geen verdediging meer door een advocaat. Betekende dus een enorme aantasting van de rechten van de soldaten. Er kwamen nieuwe officieren, een militaire provoost, de militaire politie. En dus in garnizoenssteden kwam er een sergeant-majoor. Een sergeant-majoor, iemand die ervoor zorgde dat de orde in garnizoenssteden gegarandeerd zou zijn. Dat was nog niet alles. Er waren ook de oorlogsartikelen werden aangepast. Oorlogsartikelen waren tot die tijd was het een soort contract. Weet je, zo van meer van dat je te maken hebt met een militaire machthebber en die wil heel graag een soldaat en dan maak je een soort contract. Nee, dit was geen contract, dit was gewoon een lijst van regels geworden onder Willem van Oranje die dus stelde waar de soldaat zich aan diende te houden. Taalgebruik veranderde dus ook in die artikelen. Het was niet meer van gij, maar het werd vervangen door de soldaat. En dat is de soldaat is dus een heel erg neutrale benaming. Het is een, maakt degene die dat ondertekent, hij wordt dus echt gereduceerd tot een standaard soldaat. Dus in de oorlogsartikelen stond niet meer geen recht meer op vertegenwoordiging. Er stond ook niet meer in dat er een slagmaand was. Een slagmaand dat was een extra betaling als er in die maand een grote slag was gevoerd. En de duur van oorlogsartikelen was altijd voor die tijd 3 maanden geweest. Maar nu werd het onbepaald. Dus in principe was je gewoon soldaat. En je moest dus echt regelen dat je uit dienst ging. Wilde je ook je geld krijgen en wilde je dat op een goede manier doen zonder dat je van beschuldigd kon worden dat je ging deserteren. Nou, al deze hervormingen die waren dus zeer goed voor de Hollandse steden. Op die manier kreeg je een reguliere oorlogsmacht. Het leger kwam onder civiele controle. En na 1588 zie je dat het overgrote deel van het leger ook echt een staand leger is geworden. Huurlingen kwamen nog wel voor, maar alleen als het echt nodig was, alleen als aanvulling op het staande leger. En, het was heel vreemd, maar soldaten die wilden heel graag in het Nederlandse leger dienen. Want die betaling was gereguleerd. Dankzij dat systeem van die Hollandse leningen was er nooit een probleem om soldaten op tijd te betalen. En dat betekende, de Nederlandse leger betaalde niet echt heel veel geld, zelfs wat minder dan in andere legers, maar ze kregen veel regelmatiger geld. Er is een keer een vergelijking gemaakt tussen wat soldaten kregen van Nederland, hè, en soldaten die in dienst waren van de Spaanse koning in de zuidelijke Nederlanden. Nou, als je alles bij elkaar optelt, dan zie je dat de soldaten in de noordelijke Nederlanden altijd 100% hebben gekregen van het loon waar ze recht op hadden. Terwijl de zuidelijke soldaten in de zuidelijke Nederlanden, die dus onder de Spaanse koning dienden, die hebben de facto dus altijd maar 30% van hun loon gekregen. Dus 70% kreeg ze gewoon nooit uitbetaald, omdat de staat er niet voor kon zorgen dat die soldaten op tijd geld kregen. Nou, die reguliere betaling gebeurde dus omdat de steden geld voorschoten. En dit was dus mogelijk gemaakt door het uitzonderlijk goed provinciale bestuur van Holland. En ik heb het echt alleen over Holland hier. Hè. Dus vergeleken met andere provincies was Holland echt heel erg bijzonder in dit opzicht. En die accijnzen die werden ook door iedereen betaald. En in andere landen in die tijd zie je nog altijd privileges waarin mensen geen accijns hoefden te betalen of geen belasting hoefden te betalen. Maar in Nederland betaalde eigenlijk iedereen belastingen, ook de stadhouder. Die soldaten, die werden echt gereduceerd tot, laat ik zeggen, dat waren niet meer de trotse individuele strijdkrachten. Zij moesten zelfs graafwerkzaamheden verrichten,
wat landsknechten eigenlijk nooit wilden doen, want daar keken ze op neer. Dat moesten de lokale boeren maar doen. Maar de soldaten moesten nu zelf graafwerkzaamheden verrichten als zij ergens een kamp opsloegen. Stedelijke vertegenwoordiging werd ook verbeterd als werd gekeken of de troepen op orde waren of iedereen of de soldaten die er hoorden te zijn er ook waren. Daar kwamen de stedelijke vertegenwoordigers bij. En die civiele controle, dus die burgerlijke controle, was dus heel groot in Nederland. En dat is vergeleken met andere landen gewoon. Nou, dat was gewoon eigenlijk niet in andere landen. Ja, wel in Venetië, maar ja, Venetië is eigenlijk een stadstaat. Terwijl Holland niet meer, het was geen stadstaat, maar het was wel een territoriale organisatie samen met de andere provincies helemaal. En ook de medische zorg werd gereguleerd. Er werd een systeem bedacht dat elke stad een aantal bedden in gasthuizen, want dat waren dus de ziekenhuizen in die tijd, de gasthuizen, moest reserveren voor soldaten. Dus als er gewonde soldaten werden, dan konden ze van Gouda bijvoorbeeld worden vervoerd naar, laat ik zeggen, Delft of naar Rotterdam, waar er maar plaats was. Nou, dat waren de hervormingen van Willem van Oranje. Ik heb het nu over Maurits, dat is zijn zoon die hem opvolgde als stadhouder. En Maurits staat algemeen bekend als degene die de grote legerhervormingen heeft ingevoerd. Nou, wat dus eigenlijk gewoon het algemeen men niet weet, is dat Willem van Oranje dus echt de basis heeft gelegd. Dus het was Maurits die heeft voortgebouwd op de hervormingen van zijn vader. En hij deed dat op een manier die vooral heel erg goed heeft uitgewerkt voor de commercialisering van de oorlog. Want die kant was nog niet zo scherp bij Willem van Oranje in zicht. Die militaire rechtspraak heeft Maurits nog weer wat scherper gemaakt qua formele kant met een hof in Den Haag. Auditeurs, dat waren dus, als er rechtszaken waren in garnizoenssteden, dan waren daar stedelijke vertegenwoordigers bij militaire rechtspraak aanwezig. Dus kan je ook voorstellen, die stedelijke auditeurs die hadden het recht om in te grijpen als er niet voldoende recht gesproken werd in de zin dat de bevolking beschermd zou blijven in die steden. Maurits heeft ook ervoor gezorgd dat de hogere officieren op een andere manier werden aangesteld. Hè. In de tijd van Willem van Oranje heb je nog erg veel familiepolitiek. Hè. Nou ja, je kent het wel, zijn broer en zijn neef en zijn oud-oom en zijn verre neef. Willem, nou, noem maar op, die waren allemaal hoge officieren omdat ze familie waren. Maar nee, bij Maurits was het echt nodig dat je minstens 4 jaar militaire ervaring nodig had. Die had je moeten bewijzen. Helemaal belangrijk voor de commercialisering van de oorlog was standaardisering. Tot die tijd had je dus vuurwapens in compagnieën van verschillend kaliber. Dat betekende dat kogels kon je niet zomaar even onderling uitwisselen, want ja, die lopen die waren anders gemaakt. Maar Maurits die zorgde voor standaardisering. Die zei van je mag alleen maar musketten hebben die zus en zo lang zijn en die kogels hebben die zus en zo groot zijn. Evenzo voor kanonnen. Hij heeft ook voor gezorgd dat scheepsbouw werd gestandaardiseerd. Dat spades die gebruikt werden, schilden, helmen, emmers, noem maar op, alles werd gestandaardiseerd. En hij zorgde ervoor dat er een goede regeling kwam, een standaardregeling voor krijgsgevangenen als die werden genomen. Er werden afspraken gemaakt met de Spaanse overheid. Huisvesting van troepen was tot die tijd, was het iets dat de troepen, ze kwamen in de stad, dan moesten zij maar zien dat zij dat er mensen waren die hen in huis wilden opnemen. Want je had in die tijd had je nog niet echt gebouwen die puur alleen voor de huisvesting van soldaten nodig gebruikt konden worden. Dus je was echt afhankelijk van de lokale bevolking. Maurits die zorgde ervoor dat die betaling van die huisvesting van de troepen dus door de staat gebeurde. Dus tot die tijd moesten soldaten die huisvesting zelf betalen uit hun loon. Nou, je kan je voorstellen dat als soldaten dan bij gokken hun salaris kwijtraakten, dat zij dan geen geld meer hadden voor die huisvesting. Maar dit werd dus
ook verbeterd, zodat die lokale bevolking echt kon profiteren van reguliere inkomsten door de huisvesting van de soldaten. En hij is bekend geworden voor de militaire revolutie. Ik ga hier niet heel diep in op dat aspect, maar de militaire revolutie van die tijd betekende dat de discipline van de troepen enorm werd verhoogd, dat de drill van de troepen werd verhoogd. En dat betekende alweer een verhoging van de discipline. Dus garnizoenen betekende dus dat als er garnizoen was, dat was goed voor de stad. Dit was heel wat anders dan bijvoorbeeld in Antwerpen in die tijd. Daar wilde Antwerpen geen soldaten binnen hun stadsmuren. Want soldaten die waren lastpakken. Die betaalden niet voor wat ze consumeerden. Die hadden geen geld meer over aan het eind van de maand voor een huisvesting. Die wilden dus geen soldaten binnen de stadsmuren. En Nederlandse steden die vroegen juist om soldaten binnen de stadsmuren. Want het had allemaal voordelen. Fortificaties alleen al. Dus het bouw van die vestingmuren. Hier zie je een luchtfoto van Naarden. Dat werden nieuwe soort van fortificaties gemaakt. Nou, dat betekende dat er mensen aan het werk konden worden gesteld. En die fortificaties werden natuurlijk goed betaald. Werden regulier betaald. Het was niet zo dat die mensen werkten en dat ze dan geen loon kregen. Betaling van soldaten betekende dat soldaten betaalden voor het bier dat ze dronken. En dat bier dat ze dronken, daar zat accijns op. Dus die soldaten betaalden ook weer voor die accijns. Dus hoe meer soldaten in de stad, hoe meer accijns werd gegeven. En dat was weer goed voor het stedelijke bestuur. En mensen konden profiteren van die huisvesting van soldaten. Moet je vooral denken ook aan weduwen die zelf eigenlijk weinig inkomsten hadden. Maar die dus wel een kamer of twee kamers over hadden in de stad. En als weduwen konden profiteren van die huisvesting van die soldaten, dan deden ze weer geen beroep meer op de armenzorg. Dus garnizoenen waren gewoon goed voor de stad. We zien dan ook in de schilderkunst dat dit zijn plaatjes, de Hollandse kortegaard. Het is dus een typisch Nederlands genre dat is ontstaan in de schilderkunst. Je ziet hier soldaten heel vreedzaam met elkaar kaart spelen, pijpje roken, noem maar op. Een hele vreedzame constructie waarin dus burgers gewoon en soldaten uitstekend met elkaar overweg konden. Nou, en dit is in die tijd van die 80-jarige oorlog was er eigenlijk geen ander land, ja, behalve Venetië, waar dit ook het geval was. Dat was niet alles, want tijdens die oorlog ging de handel eigenlijk onverminderd door. Hoe kon dat nou eigenlijk, dat die handel onverminderd doorging? Want heel veel andere landen zorgden die oorlog juist voor enorme belemmeringen. Nou, dat kwam doordat in Nederland hoge accijnzen werden gegeven. Hoge accijnzen, dat is die BTW, dat betekende dus dat relatief gezien, hè, de lagere klasse of eigenlijk ja, de mensen in de stad, vooral heel veel belasting betaalden. En dat leverde gewoon heel veel geld op. Wat dus eigenlijk helemaal haast niet werd belast, dat was de handel. De in- en uitvoerrechten was belachelijk laag. Hè. Vergeleken met andere landen betaalden Nederlandse handelaren, nou, laat ik zeggen, ja, echt een fractie van wat ze betaalden in Frankrijk of in Engeland. Wat betekent dat Nederlandse handelaren, vergeleken met andere handelaren in Europa in die tijd, hè, die hadden gewoon een enorm voordeel. Zij konden hun goederen veel makkelijker tegen veel lagere kosten verschepen. Dus die handel die profiteerde van die betalingsstructuur die er was voor de oorlog. Dat niet alleen. Hè. Er was naast het leger, waar ik vooral eerst over heb gesproken, waren dus ook scheepswerven voor de admiraliteit, voor de vloot nodig. En die scheepswerven die floreerden in deze tijd. In deze tijd waren Nederlandse schepen wereldberoemd. En Nederlandse schepen werden dus ook verkocht aan de vijanden van de tijd. Hè. Dus Frankrijk in een bepaald moment, of Engeland of Spanje met wie we op een bepaald moment oorlog voerden, ja, die kochten Hollandse schepen.
Die scheepvaart en die admiraliteiten, die vloot, die ondersteunden weer de koloniale expansie. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is. Ik heb wel gezegd van nou, de kosten waren hoger. Maar desalniettemin is Nederland binnen die koloniale expansie al wel een duidelijke positie te verwerven. Er waren dus oorlogen, maar er was ontzettend goede bescherming van die handelsroutes. Dankzij die admiraliteit, steden en de schepen die de Nederlandse vloot in zee wist te brengen. In de Middellandse Zee, in de Oostzee, maar ook nieuwe handelsroutes. En dat alles zorgde dat steden die dus admiraliteitssteden waren, en dan vooral Amsterdam, Rotterdam, Enkhuizen, Hoorn, Middelburg, dat waren de steden waar vooral profiteerden van het uitrusten van de schepen. Die bloeiden enorm dankzij de enorme handelsactiviteiten en ja, gewoon de investeringen die nodig waren om de vloot in zee te houden. Dus in deze periode zie je dan ook een internationaal enorme expansie van de Hollandse handel. Dankzij die scheepswerven, die heel goedkoop schepen wisten te maken, dankzij de handel waarbij de Nederlandse handelaren veel minder aan belasting betaalden dan de handelaren in andere landen. En dan heb je ook nog duidelijk oorloggerelateerde rijkdom. De wapenhandel die expandeerde enorm. Dat was mogelijk doordat de markt gestandaardiseerd was. Nou, in andere landen had je geen gestandaardiseerde musketten voor de compagnieën of het leger. Dus daar was het niet mogelijk dat, handwerkslieden zich gingen specialiseren. Maar in Nederland, omdat precies bekend was hoe groot een musket moest zijn, of hoe lang de piek moest zijn, en hoe lang en wat voor soort helm nodig was, dan was het dus mogelijk dat de ene handwerksman het voorwerk verrichtte, alvast de top maakte van de piek, en dat een andere handwerksman dus zorgde dat voor de houten houten handvat wat nodig was. Dus die specialisatie van handwerkslieden zorgde voor een enorme productieverhoging van wapens in Nederland. En Nederland werd dus toonaangevend in de internationale wapenhandel. Dat was ook mogelijk doordat je hier een heel nauwe samenwerking ziet tussen de staat, de Nederlandse staat, en die wapenhandelaars. We zien hier bijvoorbeeld Louis de Geer, die samen met zijn compagnon Elias Strip. Van Elias Strip is helaas niet een plaatje, maar we zien wel het Trippenhuis hier op het fotootje. Trippenhuis, met als je goed kijkt, zie je helemaal bovenin het fronton, zie je allemaal kanonnen liggen. Dus dat is waar die lieden rijk van zijn geworden. Maar hun rijkdom was ook mogelijk doordat zij soms gewoon als in Zweden een leger van, laat ik zeggen, 10.000 man helemaal bewapend moest worden met musketten en schilden en helmen en pieken. Dat er een heel pakket oorlogstuig gewoon gekocht kon worden door Zweden. Van die Nederlandse handelaren. Die dus uit die staatsmagazijnen pieken en musketten en helmen en emmers en spades enzovoort mochten halen. Die daar opgeslagen waren voor het Nederlandse leger. Het Nederlandse leger had dat op dat moment dan niet zo nodig. Dus dan mochten de handelaren als Louis de Geer mochten die gewoon gebruiken om hun pakket, om een wapenpakket bijvoorbeeld naar Zweden mogelijk te maken. Nou ja, je kan je voorstellen dat dit gewoon enorme winsten heeft gegenereerd in die tijd. Productieverhoging van de wapen, productie van wapens eigenlijk, en de internationale handel die daarna is gevolgd. Dan komen we dus waarom er nu eigenlijk een Gouden Eeuw mogelijk was. Hoe was dat nou mogelijk? En dat was mogelijk doordat oorlogsuitgaven niet alleen maar negatief waren. In andere landen had je oorlogsuitgaven en dat geld was weg. Dat was verdwenen. Voor het grootste deel. Maar in Nederland
kwam het grootste deel van het geld wat je uitgaf aan oorlog, kwam, op een of andere manier kwam dat weer terug in de economie. Het werd weer teruggepompt in de economie. Kijk maar eens naar die oorlogsleningen. Hè. Er was dus, die oorlogsleningen die werden dus heel graag verstrekt door investeerders, omdat zij gebaseerd waren op accijnzen. En degene die die leningen verstrekte, dat waren Nederlandse investeerders. Dus Nederlandse investeerders, die kregen rente op hun leningen die weer van die accijnzen kwam. En dat betekende dat in Nederland enorme rijke financiers zijn gekomen, oorlogsfinanciers zijn gekomen door de 80-jarige oorlog. Hoe zat dat dan bijvoorbeeld in Spanje? Nou, in Spanje had je ook wel investeerders in de oorlog, in oorlogsleningen, maar dat waren Genuezen. Dus als Spanje rente moest betalen over die oorlogsleningen, dan ging dat naar het buitenland. Dat ging dan niet naar Spanjaarden zelf. Dat ging niet naar Spaanse investeerders, maar dat ging naar buitenlandse geldschieters. En Nederlandse geldschieters waren bovendien ook nog te vinden in het buitenland. Dus zij profiteerden ook van oorlogsleningen elders. Maar het mechanisme wat hier dus in Nederland zelf was, dat eigenlijk alle oorlogsuitgaven in Nederland werden voorgeschoten door Nederlandse investeerders, heeft ervoor gezorgd dat je hier financiers kreeg die zo ontzettend kapitaalkrachtig waren. Nou, hier is echt Nederlandse rijkdom op gebaseerd, waar we zijn nog steeds een van de rijkste landen van de wereld. En het is van deze periode gekomen. Die herverdeling van de oorlogsuitgaven zagen we dus ook in de garnizoenssteden. De regulering van de betaling zorgde voor rijke garnizoenssteden. De oorlogsuitgaven voor de vloot zorgden ook weer voor rijke admiraliteitssteden. Die wisten ook weer daar geld mee te verdienen. En ondertussen voelde de bevolking zich veilig. En de bezittingen van de bevolking die waren ook veilig. Want Nederland waren eigenlijk geen muiterijen. Een heel enkel keertje was er ergens een klein muiterijtje. Heel anders dan in andere landen waar muiterijen nog heel vaak voor bleef komen. Waardoor geplunderd werd. Waardoor in ieder geval de rijkdommen van de rijke oorlogsinvesteerders daar gewoon altijd veel precairder was. In het algemeen was er ook sowieso weinig opstanden vanwege de bloei van de economie, de bloei van de handel. Dus, we zien dus dat de commercialisatie van de oorlog in Nederland mogelijk was doordat die troepen gedisciplineerd raakten. Omdat die troepen gedisciplineerd raakten, wilden de Nederlandse steden Willem van Oranje steunen. Natuurlijk had de oorlog destructieve gevolgen. Maar we zien ook dat die destructieve gevolgen op heel veel andere manieren werden gecompenseerd. De oorlog betekende bovendien allerlei nieuwe economische mogelijkheden. Denk aan de koloniën, maar ook heel veel andere handelsroutes, alleen al in Europa. De handelsroute op Rusland, allerlei andere, waren die er niet. Tijdens de 80-jarige oorlog zijn er gewoon allerlei nieuwe economische mogelijkheden gekomen. En dat kwam ondanks de oorlog, maar ook dankzij de oorlog. En ondanks, dan moeten we vooral ook denken van ondanks de oorlog, want kapitaalaccumulatie was mogelijk. Het geld dat verdiend werd, de rijkdommen die gemaakt werden, die bleven bestaan. Kapitaalaccumulatie was mogelijk. Nou, en dit is mijn laatste slide, want ik ga nu weer eventjes weer terug naar de private security companies waar ik deze lezing mee begon. Dus eventjes iets van de vergelijking toen en nu. Op het eerste gezicht denk je heel snel van, nou ja, de overeenkomst is van, nou, toen had je huurlingen en nu heb je huurlingen. Nou, dat is dus niet de overeenkomst, want we zien dus juist dat in de 80-jarige oorlog die huurlingen dus werden teruggedrongen. Dat is niet de overeenkomst. En er is ook een verschil dat de commercialisering van oorlogvoering in die tijd de Nederlandse staatsvorming stimuleerde. Dus de Nederlandse staat werd belangrijk, de Nederlandse staat werd groot, de Nederlandse staat werd onafhankelijk door het kapitalisme, de kapitalistische structuren die mogelijk waren tijdens oorlogsvoering, omdat het kapitaalaccumulatie ongehinderd kon plaatsvinden. We zien nu dat de private security companies helemaal de staatsvorming juist niet versterken. Zij ondermijnen de staatsvorming. Zij ondermijnen
democratische instituties. De controle over staatsuitgaven voor de oorlog wordt heel ondoorzichtig doordat privébedrijven worden ingehuurd. Maar er zijn wel wat overeenkomsten. En een belangrijke overeenkomst is dat de commercialisering van die oorlog destijds ongelijkheid in Nederland heeft vergroot. Er zijn in die tijd ongelooflijk rijke kapitalisten ontstaan. Terwijl de meeste burgers in de steden erg veel moesten betalen aan al die accijnzen en al die belastingen. Het bier, het brood, turf, overal waren ontzettend veel accijnzen op. Dus niet dat Nederlandse lagere klassen nu meteen heel veel armer waren, maar die ongelijkheid is enorm toegenomen in die tijd. De private security companies die vergroten ook de ongelijkheid. Want we zien in deze periode dus dat rijke landen of de politieke elites in die landen die het staatsapparaat kunnen proberen te bemachtigen, en rijke bedrijven, dat zij bescherming kunnen inhuren. He, bescherming, ja, we hebben het over gehad over Sierra Leone, we hebben het gehad over Irak, maar je kan ook denken aan die piraterij in de buurt van Somalië, wat ook een heel groot probleem is en wat rijke rederijen zelf kunnen oplossen dankzij die private security companies. Andere overeenkomst is dat ondanks de destructieve kant van de oorlog dat kapitaalaccumulatie verzekerd is. Destijds gebeurde dat door Nederlandse de ondersteunende instituties in Nederland die het kapitalisme in Nederland ondersteunden. En nu gebeurt het door wereldwijde kapitalistische instituties die ervoor zorgen dat dat kapitaalaccumulatie kan doorgaan, ondanks dat er allerlei destructieve aspecten, destructieve kanten zitten aan oorlogvoering. Dit was mijn verhaal eigenlijk voor vandaag. Het heeft wat langer geduurd dan ik zelf had ingeschat. Misschien ben ik iets te lang hier en daar blijven hangen bij een bepaald aspect, maar we moeten nu maar een keer een eind aan maken. Nee, helemaal niet. Volgens mij was het heel erg mooi. En absoluut niet te lang. Even kijken of Hessel er ook weer bij komt. We hebben nog iemand anders als publiek ook. Had ik er niet bij genoemd. Kijk, Hessel, welkom. Had ik er niet bij genoemd bij de introductie. Maar Hessel zat er ook bij als publiek om nog wat vervolgvragen te stellen. Ik vond het echt heel interessant. Ik heb heel wat vragen. Het was wel een redelijk lange lezing, dus we gaan proberen het een beetje kort te houden. Maar Hessel, we met jou beginnen. Wat is jou bijgebleven of opgevallen? Erg interessant. Je noemde zelf een aantal keer dat het gewone volk of de mensen die niet profiteerden van deze oorlog. Dus mijn eerste vraag gaat wel over, nu je het zo vertelt, lijkt het voornamelijk een positieve stimulans geweest te zijn voor staatsvorming en voor stabilisering. Zeker als je het vergelijkt met alternatieven die op dat moment beschikbaar waren in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Spanje. Maar zie je ook nog andere mogelijkheden in het verleden? Waren er tegenbewegingen of alternatieven tegen zo'n de alom aanwezigheid van oorlog? De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking waren katholiek. En zij hadden denk ik niet altijd meteen zo'n positief gevoel over dat calvinistisch gestuurde staatsvorming, dat de overhand kreeg. Dus zij hadden denk ik ook wel alternatieven voor ogen die zij misschien liever hadden, maar in de praktijk wisten de katholieken zich niet zo goed te organiseren, omdat Nederland was heel erg gedecentraliseerd en in heel veel onrust of ontevredenheid werd eigenlijk op stedelijk niveau ingedampt. En als er niet ingedampt was, dan bleef het heel erg lokaal. Omdat in andere steden dat zich veel minder makkelijk. Onrust verspreidde zich niet heel erg makkelijk in Nederland. Omdat het was
het was een federatie van provincies, maar binnen Holland had je gewoon ontzettend, die steden hadden ontzettend veel macht nog steeds op het gebied van rechtspraak en hoe ze allerlei dingen organiseerden. En heel veel stedelijk bestuurders die deden ook wel hun best om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld katholieke armenzorg ook goed georganiseerd kon worden. Ja. En dat daar ook kansen voor waren. Dus ja. En er zijn natuurlijk tegenbewegingen. De belangrijkste tegenbewegingen in die tijd was veel meer, laat ik zeggen, staatsgezinden tegen stadhoudersgezinden. Dus Oranje. En dus er was nog niet echt een, wat je kan zeggen, een beweging van onderop. Maar meer dat beide kanten die probeerden de groepen onderaan de samenleving, die probeerden ze voor hun karretje weer te spannen of te mobiliseren, zoals de Oranje gezinnen wisten dat vaak heel goed te doen. Ja, en binnen de commerciële elite was er dan nog een factie die heel erg voor vrede was? Dat zeker. Dat zijn de remonstranten geweest. Dat is een hele rekkelijke groep Calvinisten die niet zo dogmatisch, dat waren geen dogmatisch. Dat zijn een beetje vergelijkbaar met wat je tegenwoordig ook de Nederlandse hervormden zou noemen. Terwijl je de Calvinisten van toen kan je vergelijken met de fundamentalistische gereformeerden van deze tijd. Ja, nee, die waren dus eigenlijk heel erg gericht op vrede. Die wilden dus liever ook geen koloniale expansie. Die wilden liefst zo snel mogelijk vrede. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, op morele gronden of ook vanuit commerciële overweging ergens? Ja, laat ik zeggen, er zit altijd de ideologie van vrijheid van godsdienst, een calvinistische godsdienst in dat hele verhaal van die 80-jarige oorlog, waarin dan wordt gezegd van die waren gericht tegen katholieke overheersing. Dat is eigenlijk een heel erg ideologisch verhaal. En ik geloof dat zelf eigenlijk niet zo. Ik geloof dat die Calvinisten zich ook heel erg voor een karretje hebben laten spannen. Voor groepen die juist wel die expansie wilden, die juist wel koloniale macht wilden veroveren. Juist groepen die juist wel weer Antwerpen wilden veroveren. Ik zie dat niet zozeer als. Je hebt gewoon altijd die facties gehad. Maar ja, ik weet echt niet zo goed of ik nou antwoord of ik nu een goed antwoord geef op je vraag eigenlijk. Ik heb wel een vraag die daar een beetje op aansluit. Misschien nog wat breder trekt, als het goed is, Hessel. Ja. Je begon je lezing met te zeggen dat kapitalisten eigenlijk geen oorlog willen. Maar natuurlijk op een bepaalde manier ook weer wel. Als in wanneer ze dus in slagen die oorlog zo te vercommercialiseren dat er heel wat individuen aan kunnen verdienen. Dan is het iets anders. En dat doet me denken aan, volgens mij Polanyi schreef in The Great Transformation, vooral over de 19e eeuw en een lange periode zonder grote oorlog tussen de grote mogendheden. Dat door de macht van de financiers eigenlijk oorlog tussen de grootste machten werd voorkomen. Hoewel ze wel vaak voorstander waren van oorlog tussen de kleinere machten of oorlog van een grote tegen een kleine macht of koloniale oorlog, omdat ze daar heel veel aan konden verdienen. Maar een grote wereldoorlog zou te destructief zijn. Zodat ook voor de Eerste Wereldoorlog veel van die financiers nog proberen met mannenmacht dat te voorkomen. Maar uiteindelijk dat toch een soort de Eerste Wereldoorlog een soort culminatie is van die belangen en de contradicties daarin. Zie je dat ook daarin terug? Hoe zou je dat terug reflecteren naar die periode? Ja. Nou, ik denk dat van kapitalisme kan je één ding zeggen. Dat is geen eensgezinde mening van wat goed is en wat slecht is. Je hebt altijd mensen gehad die alleen maar ontzettend geprofiteerd hebben van de oorlog. Je hebt ook gewoon kapitalisten gehad die er gewoon aan onderdoor zijn gegaan. De handelaren op Keulen, die hebben gewoon enorm verloren. En dat waren ook allemaal kapitalisten. Die woonden in Deventer.
Nou, dus er is ook een strijd tussen verschillende kapitalistische fracties onderling. Zeker, die elkaar proberen weg te spelen, juist. Ja, dus de Groningse kapitalisten en de Deventerse kapitalisten, die hebben gewoon verloren. En de Hollandse kapitalisten, die hebben gewonnen. Dus eigenlijk, de 80-jarige oorlog is echt in het voordeel van de Hollandse steden, van de Hollandse kapitalistische structuur geweest. Ja, interessant. Ja, één ding wat me ook opviel, wat je zei, ik deed maar aan iets anders denken, was het belang van standaardisering voor de commercialisering van oorlog. En zorgt die standaardisering ook in die periode al voor dat de winsten veel meer in handen van kleinere groepen komen? Ik denk zelf aan een voorbeeld uit een boek dat ik nu aan het lezen ben van Pamela Haak, The Gunning of America, over de creatie en opkomst van een wapencultuur in de Verenigde Staten. En die heeft over het begin 19e eeuw, dus een veel latere periode, waarin figuren als Colt en andere later zeer bekende wapenhandelaren of producenten hun wapens aan de straatsteden niet kwijt konden. Totdat de staat uiteindelijk erin stapt en kiest voor hun wapens die via een automatiseringsproces worden geproduceerd. Daar is dan heel veel tegenstand tegen vanuit de onafhankelijke wapenmakers. Waarbij toen ook het probleem speelde wat dus in Nederland een paar eeuwen daarvoor ook speelde. Dat die totaal niet op elkaar aansluiten. Maar zodra dat wel helemaal gebeurt, dan worden die eigenlijk allemaal weggevaagd. En die paar producenten die worden gekozen, die krijgen al dat kapitaal. Is dat een heel belangrijk onderdeel van die creëren van die ongelijkheid? Dus het is een mooi voorbeeld wat je geeft. Dat kende ik niet, maar dat zie je wel. Je ziet gewoon dus handelaars als Louis de Geer of Elias Strip. Die worden zo, die gaan het enorm domineren. En net zo goed als mensen die leningen verschaffen. Daar zie je ook gewoon mensen die zich daar echt helemaal op gaan specialiseren. Je ziet, er is vaak het verhaal van Nederland. Nederlandse staat wordt niet meer bestuurd door kooplieden, maar door renteniers. Maar het zijn vooral financiers. Het zijn vooral mensen die investeren in oorlog. En er zijn hele goede analyses ook van Jan de Vries verschenen over kapitaal in Nederland. Dat in 1670 er al zoveel geld bij een relatief kleine groep mensen was, dat zij niet meer wisten met wat ze met dat geld moesten doen. 1670 al. Dus ja, dat is. Dus die ongelijkheid binnen die kapitalistische. Ik denk ook binnen de kapitalistische groep zal ook enorm zijn toegenomen. Ja, je hebt te weinig gegevens daarover, maar dat kan haast niet anders zijn. Ze kregen altijd de rente betaald. Het was nergens anders was dat zo. Dus het was zo'n veilige investering. Maar ook in die wapenhandel zie je dus dat er bemiddelaars zijn die zorgen dat die handwerkslieden dus met elkaar in contact raken. En dat dus ook schaalvergroting betekent. Je hoeft maar met één tussenpersoon te onderhandelen. En daarvoor moest je onderhandelen met verschillende handwerkslieden. En dat zal natuurlijk ook gevolgen hebben gehad voor die bedrijfsvoering. Al heb ik daar niet echt zicht op, maar dat vermoed ik wel dat dat zo zal zijn gegaan. Hessel, heb jij nog vragen? Ik heb nog één vraag. Maar. Nou, ik was wel benieuwd naar of dit met het eind van de Nederlandse opstand in 1648, of dit dan afnam en in hoeverre die Nederland een rol is blijven spelen na die tijd in het financieren van oorlog buitenaf en zo. Toen heeft Nederland natuurlijk alsnog grote oorlogen tegen Engeland gevoerd. Met 1672, het rampjaar dat eigenlijk duidelijk werd dat Nederland niet meer op kon boksen tegen buitenlandse machten. Is de rol van Nederland toen ook veranderd toen ze een stapje terugzetten van het wereldtoneel? Of is eigenlijk het financieren en het geld binnenhalen door oorlog op eenzelfde voet doorgegaan? Nou, dat laatste. Geld binnenhalen door oorlog was dan niet zozeer oorlog in eigen land, maar ook oorlog in het buitenland, waarin iedereen wist altijd wel Nederlandse investeerders te vinden in die tijd. En
Nederlandse kapitalisten die spreiden hun risico's. Die hadden ontzettend goede informatiestructuur via Amsterdam. Dus Nederland die bleef profiteren van, Nederlandse kapitalisten bleef profiteren van oorlog. Maar voor de Nederlandse staat zelf, hè, die ontwikkelde zich niet verder. Die bleef hangen in die, laat ik zeggen, federale structuur. En andere landen gingen dus instelling van Nederland overnemen. En dan heeft Engeland, had dan zo'n schaalvoordeel boven Nederland. Dus als Engeland ging standaardiseren, dan heb je meteen te maken met een veel grotere markt, een veel grotere productiecapaciteit. Nederland die verloor wel de eerste plaats daarin in de wapenhandel en kunnen profiteren van internationale handel. Dat werd steeds minder, omdat we waren niet meer de enige die dat deden. Maar heel veel Nederlandse instituties zijn eigenlijk gewoon overgenomen door Engeland. Ja. En toen hebben ook andere landen het weer van Engeland overgenomen. Ja. Ja. Nou ja, dit doet me wel allemaal denken. Je noemde het in het woord zwarte bladzijde in de geschiedenis, wat vaak dan over slavernij, over kolonialisme wordt gezegd. En ik moest wel een beetje denken aan de VOC-mentaliteit die Balkenende ooit noemde als roemenswaardig, dat we daar naar terug zouden moeten. En dit past wat mij betreft wel heel erg in het plaatje van een Nederlandse handelsgeest, wat zo intiem verbonden is met het financieren van, nou ja, toch wat uiteindelijk wel op grote schaal een leed is voor normale mensen in heel veel landen. En met de discussie die daar de laatste jaren over heerst, over wat Nederland precies is en wat goed en fout is geweest in onze geschiedenis, is dit toch wel een iets wat vaak sterk onder belicht blijft, dat we zo'n onze rijkdom in die tijd zo fundamenteel gebouwd was op dit soort praktijken. Op oorlogsgeweld, ja. Ja. Ik heb eigenlijk nog wel heel wat vragen, maar dan wordt het heel erg lang. En ik vind het eigenlijk wel een mooie besluitende reflectie van Hessel. Dus misschien kunnen we alleen nog een stukje wijden aan wat we in het begin al noemden. Jouw persoonlijke verhaal, om maar zo te zeggen. In het boek, ik heb het net al even genoemd, 10 rode jaren van Antoine de Verbeij, of de jaren 70. Nu valt net een briefje ertussen uit, waar ik het tussen had gedaan. staan ook wat pagina's over Marjoleins rol daarin. En het is vrij sumier, maar je was in de jaren 70... vanuit Assen en Groningen actief bij de Federatie van Vrije Socialisten, als ik het goed heb. Ja. En daarbinnen bij de Rode Hulp, organisatie voor de ondersteuning van politieke gevangenen wereldwijd, maar al snel met de focus op gevangenen vanuit Duitsland, onder andere de RAF. En dat was zowel een bovengronds als ondergrondse organisatie. En wat ik me eigenlijk afvroeg daarbij, niet zozeer over die handelingen zelf, maar hoe heeft die periode jou gevormd? Je principes daarin en hoe heb je dat gewoon meegenomen naar de rest van je leven? Hoe is die overgang gegaan misschien wel? Want uiteindelijk ben je er ook uitgerold. Ja, laat ik zeggen, ik ben er ook wel langzamerhand uitgerold, omdat bepaalde organisatorische principes die ook weer te maken hadden met, laat ik zeggen, die Rode Hulp, met de RAF, waarin dus sommige dingen in het geheim moesten gebeuren, kreeg je minder contact met elkaar, want je mocht elkaars naam niet meer weten op een bepaald moment. En dat was een overgang waar als dan de groep mensen met wie je dan wel direct omging en als daar ook weer iemand uit weg viel, weet je wel, het bloeden voor mij, bloedde het dood, hè, dus om het zomaar eens te zeggen. Maar ik heb eigenlijk die ideeën, die zijn voor mij nog steeds belangrijk, want bijvoorbeeld mijn proefschrift over staatsvorming,
De vraag die ik daar eigenlijk stelde is, waarom gehoorzamen mensen een staat? Hè? Hoe kan het dat er een instelling is, een autoritaire structuur, waarin mensen zeggen van ja, dat moeten we doen. Hè? Met als extreem voorbeeld natuurlijk folteraars in Nazi-Duitsland, van nou ja, we moesten iets doen. Nou, dat is dan het meest extreme voorbeeld. Maar waarom, hoe kan dat nou, dat mensen dat accepteren? En voor mij is dan de financiële geschiedenis is eigenlijk een heel handige manier om te zien van wanneer mensen dat gingen doen. Dat is namelijk als zij accepteren om belastingen te betalen. En als zij dat belasting betalen zonder al te veel problemen. Dus in Nederland was het zo dat kapitalisten juist heel graag in de hoogste categorie aangeslagen wilden worden. Omdat dat voordelen gaf bij leningen. Dus ze werden dus als zeer kredietwaardig gezien. Dus mensen met geld die waren ook bereid om geld te betalen. Want je had in die tijd had je nog geen kamer van koophandel die kon zeggen, nou, die is betrouwbaar of niet. Dus ja, dat automatisme van nou, we betalen belasting. Dus, en dan moet de staat ook iets terug doen. Die zorgt voor je veiligheid en die zorgt voor armenzorg. Dat zie ik dat in de vroegmoderne periode dat op gang is gekomen. En dan, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in waarom mensen in opstand komen en waarom niet. Maar wat ik dus ook ben gaan inzien tijdens mijn studie is van dat mensen ook zo moeilijk in opstand komen, omdat dat het zo moeilijk is om je gezin risico's om een risico te gaan vormen voor je gezin. Hè? Dat, nou ja, een bepaald moment was, laat ik zeggen, die periode die ik heb meegemaakt met de RAF en de Rode Hulp, was eigenlijk een heel erg, helemaal geen prettige periode. Het is natuurlijk heel extreem gedacht. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook al zijn mensen het niet eens met een bepaald regime, dat het ook heel moeilijk is om hen in opstand te krijgen. En dat, dus dat heb ik ook altijd, wel interessant gevonden van nou waarom, van ja, niet alleen waarom komen mensen in opstand, maar waarom komen mensen ook niet in opstand. En, Zelf in Nederland dat het ook heel interessant is rond 1900, van waarom de socialistische beweging dan snel toeneigt naar sociaaldemocratie, is tegelijkertijd met dat de Nederlandse staat begint te investeren in progressieve wetgeving. Terwijl, nou ja, een onderwerp wat ik dan meer bestudeerd heb, Spaanse anarchisme, daar zie je gewoon een Spaanse staat die continu blijft weigeren om iets toe te geven met een elite die zo ver verwijderd is van het volk, dat het volk blijft radicaliseren. Doordat er vrijwel geen beschermende wetten worden ingevoerd, de 8-uurige werkdag, gewoon nooit op de agenda wordt gezet en zo. Dus ja, ik herken dat wel heel erg wat je zegt, dat opgroeien in een land waar het zo normaal is voor mensen om zo geïnvesteerd te zijn in een staat. Dat is erg interessant hoe dat is gegroeid. En ik vind jouw verklaring voor bijvoorbeeld soldaten en hoeveel beter zij het kregen nadat ze zekerheid hadden verkregen, vind ik wel een erg interessant moment in de vroegmoderne geschiedenis van een staat die doorheeft dat investeren in zekerheid, dat mensen aan zich bindt. Ja. Ja, eigenlijk heb je mijn volgende vraag ook al beantwoord, namelijk hoe je dit inderdaad meenemt in de rest van je leven en je werk. In je werk heb je denk ik altijd een hele kritische blik behouden. Heb je daar zelf de afgelopen jaren of decennia, waar je misschien niet heel erg verbonden bent aan het activisme zelf, maar nog over gereflecteerd, hoe je je eigen rol daarin ziet? Want ik weet, de nieuwe generaties activisten weten jou toch altijd wel een beetje te vinden. Je hebt onder andere de scriptie begeleid van Pepijn Brandon, die later in deze serie ook nog een lezing zal geven. Je hebt mij kort begeleid aan de UvA. En ik ken nog andere voorbeelden. Heb je daar, hoe zie je dat zelf? Ik blijf. Ik, ik,
Wat ik in de loop van de tijd heb verbeterd is de globalisering aspect. Het internationale aspect van ongelijkheid en staatsvorming. Ik geef nu al een tijdje college States and Empires in a Globalizing World. Van 1550 tot nu aan de Vrije Universiteit. En daar blijf ik eigenlijk altijd nog steeds met die kritische blik naar een staat kijken. En waarom een staat soms makkelijker is dan een rijk. En waarom mensen wel een staat accepteren en geen empire, om het maar even zo te zeggen. Ik weet niet, het werk van Saskia Sassen vind ik echt heel goed. Daarbij Manuel Castells vind ik een heel sterk iemand die ook echt goed uit weet te leggen van met globalisering heb je een internationale, veel meer een internationale elite en lokale bevolking die achterblijft en niet goed aan weet te haken bij globaliseringsprocessen. Ja, ik blijf eigenlijk nog wel steeds leren op dit gebied, denk ik. En voor mij zit ik nog wel steeds in hetzelfde spoor. Ja, dus je wat dat betreft. Zo voelt het voor mij wel, ja. Ja. Ja, je laatste boek is ook van Nederland en de wereld en de relatie van de afgelopen 1000 jaar, toch? Dat ja. is je nieuws. Ja. Ja, dat reflecteert wel die interesse. Ja, ja. Leuk. Ja, heel mooi. Ik wil afsluiten met een citaat toch uit het boek. Of eigenlijk twee. Eén, dat is gewoon een grappige anekdote, dat je één vakantie lang besteed hebt aan het in kaart brengen van de grens met België. Waar je dan mogelijk mensen over de grens konden helpen. Andere tijd. Erg mooie anekdote. Een soort promotietraject alleen dan buiten de academische wereld. En voor Google Maps. En voor Google Maps, ja. Maar een ander citaat, en dat is vooral voor mensen die het bekijken en die de afgelopen jaren of decennia actief zijn geweest in anarchistische kringen, met name binnen de Vrije Bond. Mooi dat je een citaat hebt over Jan Barefoot, iemand die mensen in deze kringen toch nog steeds bekend is en nog steeds gewoon zijn ding doet. En het citaat is ook nog steeds heel herkenbaar. Je zei over de federatie van Vrije Socialisten, was en bleef een beetje een slap en ongedisciplineerd zooitje. Al had ik wel bewondering voor zo iemand als Jan Barefoot, de internationaal secretaris die telkens weer als bemiddelaar optrad tussen verschillende personen. Een aardige man, archivaris in Den Haag. Tussen de spullen die hij archiveerde, had hij het anarchistische archief verstopt. En volgens mij is hij dat heel lang blijven doen. En ook nu nog steeds is hij op dezelfde manier bezig. Dat vond ik heel mooi om te zien. Jou heel erg bedankt, Marjolein. Echt heel informatief en heel leuk ook. Ja. Oké, okay. Goed. Hartelijk dank je. Graag gedaan. Oké, tot ziens. Tot ziens. Doei.